Ik fietste naar school met mijn broertje. En toen kwam ik hier aan. Ik zette mijn fiets op slot. En toen kwamen er 5 meeuwen over ons heen. En toen poepte er eentje precies hier zo. En mijn broertje die brulde het uit van het lachen. Zo'n vies verhaal heeft bijna iedereen hier op school. Ik was gewoon een keer buiten aan het spelen op het schoolplein. En toen stond ik zeg maar op zo'n tennistafel. En toen poepte zo'n meeuw helemaal mijn haar en helemaal mijn jas en zo. En toen zat ik helemaal onder. Als ik naar school ga, dan zie ik altijd zo'n meeuw. Die zie ik zo met de kont naar achter. En dan ben ik altijd bang om daar te lopen. Want elk moment kan er een drol vallen. Dus. De meeuwen zitten bovenop de school en hebben daar een nest gemaakt. Even geleden zijn er kuikens geboren. En daardoor krijsen de meeuwen nog meer. Hey, ja, je hoort hem nu ook, hè? Ja, heel irritant vind ik. Dat meeuwen hun nesten maken in de stad gebeurt de laatste jaren steeds vaker. En daar zijn verschillende redenen voor. Er is in de stad vaak eten te vinden. En juist op de plekken waar ze eerder gingen broeden, worden nu vaak bijvoorbeeld huizen gebouwd. Daarom doen ze in Vlissingen een test met dit soort kasten. Dus in het echt zijn het zulke grote kasten en die hebben we nu van hout gemaakt. En dan heb ik een soort schermpje eromheen ontworpen. Want ik dacht, volgens mij vinden de meeuwen het fijn om uit de wind te broeden. Zulke kasten zetten ze juist expres op plekken waar meeuwen wat minder overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld bovenop daken van gebouwen in een haven. En dat lijkt te werken. Want van de 40 kasten zijn er al 25 gebruikt. Ja, dus die meeuwen hebben eigenlijk best wel goed begrepen wat ik heb ontworpen. Dus dat is natuurlijk wel superleuk. En wist je dat als meeuwen kinderen onderpoepen, dat ze dat hartstikke expres doen? Als die kuikens hier zitten te broeden en jij loopt onder de school langs, dan denken ze van bovenaf van oh, dat kind komt al heel dicht bij mijn kuikens in de buurt en dat willen ze dan beschermen. Poep langs de ramen, dat maakt me niet erg uit, maar op mijn zadel is wel vervelend. Ja, het is natuurlijk om een kindjes te beschermen, maar het is voor ons wel vervelend. Als ik hun zou zijn, snap ik het zelf ook wel. Als je zelf je kinderen en jezelf wil beschermen en dat is je wapen, dan zou ik dat ook gebruiken. Zou je ook wel even poepen? Ja.